Leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag gaan we iets heel speciaals doen. We gaan namelijk paaseitjes proeven. Oeh! 50 smaken paaseitjes gekozen. Dus het is een hele box vol met alle 50 smaken erin. We gaan ze niet allemaal proeven vandaag, want er zitten ook gewoon smaken als wit of melk of puur tussen. Dus we gaan de bijzonderste eruit halen en die gaan we vandaag proeven. En ook smaken die we niet lekker vinden, zoals sinaasappel puur. Ja. Ja. En dat vind ik ook een beetje een normalere smaak. Ja. Er zijn een paar paaseitjes die heel bijzonder zijn. Het zijn vooral de nieuwe zuurstokwit. Ik ben heel benieuwd naar cola. Cola melk of cola puur. Ik ben heel benieuwd naar drop. Cola puur. Want ja, ik ben verslaafd aan cola. En je hebt ook proteïne. Die vind ik heel raar. Ja, ik ook. Ik zal hier even alle paaseitjes laten zien. Dan kan je hem even op stop zetten als je alle smaken wil zien. En dan gaan we nu gewoon maar heel erg snel beginnen. We hebben hier een snijplank en een mes. Want we gaan natuurlijk de paaseitjes door de helft doen. En waarschijnlijk zelfs een kwart. Want wie kan er 50 halve paaseitjes op? Vet gezellig. Ja, vet gezellig kan dat. Maar wij niet. Oké, let's go. Welke gaan we beginnen? We gaan beginnen met de trio chocolade. Dit is het blauwe eitje. Oh! Nou, deze is wel leuk. Wow. Sick. Bedankt. Ik ben helemaal nu iets. Nou? Ik heb geen smaak. Johan heeft corona gehad. Ik heb geen gore smaak. Ik melk, binnenin dan wit en dan aan de zijkant puur. Ja. Ik vind het wel een leuk eitje, want het is een verrassing als je hem uitpakt. Ja, dat wel. We gaan voor de tompoes. Deze heeft wel een hele leuke verpakking, vind ik. Kijk, er zit een wit streepje doorheen. Misschien is dat dan de... Ja, weet ik ook niet. Oeh, hij heeft een vulling. Hij is roze van binnen. Oh, ruik een keer. Ik heb ook geen geur. Oh. Deze aardbeien? Ja. Maar wel, je hebt die van hier met aardbeien, want je proeft ook wel dat middelstuk. Oh ja, nu proef ik het iets. Het smaakt een beetje naar ijs. Ja! Oh, lekker. Ik vind deze ook wel lekker. Ik vind deze heel lekker. Mm. Oké, ik ga voor zuurstok wit. Oké. Joanna gaat dus voor suikerspin wit. En ik ga voor red velvet wit. Oh, deze heeft ook weer een roze streep doorheen. Oh, zo leuk. Mij nog niet. Red velvet is gewoon helemaal wit. Kijk, deze is roze van binnen. Dit is red velvet. Maar die van Joanna is ook wel roze. Nee. Hier zit een zuurtje in. Ja. Oeh. Oeh. Echt? Allemachtig. Nou ja. Ik moet zeggen dat de zure smaak ik er nog het meest proef sinds de corona heb. Maar hier zit echt stukjes zuurstok in. Oh. Oeh. Ik vind red velvet vind ik niet naar red velvet smaken. Dus echt zuurstok. Echt? Echt zuurstok. En ook een zure zuurstok. Red velvet krijgt van mij echt één ster, want dit smaakt gewoon niet naar red velvet. Dit smaakt echt naar zuurstok, maar ik zou hem niet nog een keer halen, want het zuur en chocola is een weird combinatie. Dit is cola puur en je kan ze dus herkennen aan al die motiefjes die ze erop doen. Dat is wel heel slim gedaan. Ja, ik weet nog dat we hebben het nog een keer eerder geproefd. Ja, maar toen deden we het niet over video. Oh, en toen waren... Nee, inderdaad, toen deden we het gewoon in huis. En toen waren we nog in Rotterdam. Het was heel lastig om uit elkaar te houden. Dit is gewoon een normaal bruin chocolaatje. Eitje. Huh, bruin? Hij moet puur zijn. Puur? Volgens mij is het melk. Dat is echt melk, denk ik. Cola puur. Dat is toch melk? Ja. Oh, dan hebben we denk ik een andere nu. Oh, we hebben Dolce de Leche, denk ik. Oh, die vind ik ook lekker. Dolce de Leche melk. Dit is Dolce de Leche. En Dolce de Leche heeft dus karamel van binnen. Maar Joanna pakt even een andere. Oké, ik neem oranje bloesem. Dit is ook weer een melk. Ik had ook altijd Dolce de Leche in Amerika. Oeh. Wow. Je hebt steeds de mooie motiefjes. Deze heeft ook weer een oranje vulling van binnen. Het is wel leuk omdat je ze opensnijdt dat je alles ziet wat erin zit, hè? Deze vind ik niet lekker. Nee? Die van mij is heel lekker. Nou jongens, daar gaan we. De favoriet van Roos. Cola. Ik moet wel zeggen, de papiertjes zijn niet goed dichtgevouwen. Er zitten echt best wel veel stukken chocolade dat vrij is. Oeh, leuk. Kerstin. Dus zo ziet het cola-eitje eruit. Hij heeft ook weer een wat vloeibare vulling, maar niet zo erg Dolce de Leche. Huh? Wow. Sick, het smaakt echt naar cola. Echt? Ja. Ik proef alleen heel zuur. Oh, wow, nu proef wel eens. Wow. Ja, niet echt cola, maar cola snoepjes. Ja. Ja, ik proef heel zuur, vooral. Hij is ook een is beetje zuur? Zuurig, ja. Hij heeft een beetje een tinteling. Echt een zure cola snoepjes. Je kan ook een klein beetje prik erin terugproeven. Om te zeggen wat ze hebben bedoeld om de prik een beetje te kunnen hebben. Ja, klopt. Wow. Lekker, hè? Dit is wel echt proberen waard. Ik vind hem niet lekker. Ik vind hem wel lekker.
Maar hij is wel leuk om te proberen. Hij is zeker leuk om te proberen. Samen met tampoens vind ik dit eigenlijk de twee, als je de twee wil uitkiezen, zou ik voor die gaan. Echt? Bij tampoens nog steeds mijn favoriet. Kijk, hier hebben we dus zo'n gevalletje dat we vorig jaar hadden, dat de figuurtjes dus niet op het papiertje staan. Crème brûlée wit heeft op het plaatje namelijk kruisjes. Maar op het papiertje heeft hij niks. Is die wel bruin dan? Ja. Oh ja, ik ga het maar gokken. Dat is een beetje een Oreo. Ja, precies. Nu proef ik wel iets vanilleachtig. Bijna had iets uitgesprokener kunnen zijn. Ik proef wel cookies en cream, maar niet heel erg. Johanna heeft nu drop en ik heb proteïne. Ik vind dat zo'n rare smaak. Waarom zou je... Rosa, proteïne is echt voor jou. Nee, Sophia. Vooral een jaar geleden. Ja, een jaar geleden. Was helemaal gek van proteïne. Maar nu niet meer. En ik vind proteïne ook... vies. Je doet het toch niet in een paasei? Als je proteïne wil, dan eet je toch kwark of zo? Deze heeft weer een leuke stip. Maar dat zit volgens mij... Deze heeft allemaal... Oh, je ziet het niet zo goed op de camera, maar die heeft stripes. Wow. Sorry, maar deze moet je echt één keer proeven zo. Deze is echt sick. Dit is niet sick. Je, proteïne heeft zo'n hele rare... Ja, nasmaak. Nasmaak. En dan heeft die crisps... Wow! I know. Die is echt sick. Wow, deze hoort bij de tompoes en cola smaak. Dat smaakt... Maar het is wel meer een champignac-achtige drop, of niet? Ja. Dat smaakt echt als een echt een droppaasei. Oké. Wat hebben we nog in de aanbieding? Hoeven er nog wel een aantal? Hier, cookie dough melk. Ja. Hak, hak op het hakbord. Dit smaakt dus echt naar cookie dough. Dit vind ik veel beter samengaan met chocolade. Ja, ik ook. Zoals crème brûlée, cookie dough, die gaan echt goed met chocolade samen. Drop is leuk om een keer te proberen, maar dan ga je niet denken van na, als ik er één op heb, ik neem er nog één. Nee. Ik neem de sparkling wine. Jij moet macro. Vlaamflip is er ook nog. Oh, die neem ik. Oh, hier zit weer een punt in. Oh, hier zit ook weer een stip in. Echt jou. In Vlaaflip zit ook een vulling. Iets zuurs proef ik. Ja. Oh ja, dat hoort wel bij... Ja, het is wel Vlaaflip. Ja, toch? Ja. Ik heb een keer eerder zo'n eitje gehad met zo'n alcoholsmaakje of zo. Dat het ook een wijn achter moet zijn. Daar smaakt ze namelijk. Ik vind het niet lekker. Nee, smaakt je naar alcohol? Nee, dat niet. We hebben even de batterij veranderd, dus misschien heb je even ander beeld. Ja, we gaan nu voor de laatste drie smaken. We gaan nu allebei nog een aparte smaak proeven. Ik heb hier dus macaron. En ik heb hier kriekbier. Ik drink het niet eens. Nee, maar die is toch echt een grappige smaak. Mijne heeft een roze stipje voor bier. Vind ik wel grappig. Mijne heeft ook een roze stipje. Nou, wat funny. Maar Rosa, dit is kriekbier. Kriekbier is een beetje als cider. Echt? Ja. Oh, ik hou wel van cider. Deze heeft een roze vulling. Die van mij heeft een bruine vulling. Deze is heel lekker. Echt stukjes macaron zit hierin. Dit moet je proeven. Heel bijzonder. Ik weet niet of het naar bier smaakt, maar ik vind hem wel lekker. Oh, ja, het smaakt naar cider. Zij toch? Ja, het smaakt naar cider. Dus dit was eigenlijk nog wel een goeie. Ja, dit was best een lekkere. En jongens, dan zijn we bij het laatste eitje dat we gaan proeven. De mystery flavor. Die hadden ze vorig jaar ook, hè? Mystery flavor. Ja, en dat bleek uiteindelijk, ik weet het niet meer, ik heb het ergens gelezen. Wel, wow, it's green. Nou, die zie je dus in de opslag. Stinkt dit? Ja, het stinkt. Het is een groen eitje met een bruine streep en hij stinkt. Hij heeft een bruine vulling. Ken je dat? In Albert Heijn hebben ze nu, dat je moet raden, zo'n spel of het prei is of karamel zeezout. Nou, het is alsof ik prei eet. Ik doe nog een zoutje erbij. Het is, ik ken de smaak. Er zit hier veel zout in, hoor. Er zitten zoutkorrels in. Dat is het enige wat ik proef. Ik vind hem dus wel lekker. Nou, ik heb echt zoutkorrels. Nee. Kardemom! Die kruid proef ik! Kardemom! Hier moet meer vanuit de roze smaak gaan. Ik vond hem dus best wel lekker. Deze paaseitjes zijn dus nu te koop bij de Jamin. Een hele doos van 50 kost 12 euro en een doos van 25 kost 6 euro. Ik zou eigenlijk voor de kleine doos gaan, maar wil je nou vanaf nu tot helemaal Pasen mee doen, dan zou je wel deze hele grote doos hebben. Nou jongens, vond je dit nou een leuke video? Doe dan eventjes je duimpje omhoog, abonneer je onder eventjes en dan zien we jullie snel bij een nieuwe video. Doei! Doei!